Zo voer je een systeemupdate uit voor je Nintendo 3DS-systeem. We adviseren om je Nintendo 3DS-systeem altijd bij te werken als een nieuwe update beschikbaar is. Na een systeemupdate is je systeem weer bij de tijd en komen soms ook nieuwe functies en toepassingen beschikbaar. Een systeemupdate uitvoeren is snel en gemakkelijk en helpt je om het meeste uit je Nintendo 3DS te halen. Om een systeemupdate uit te voeren, moet je beschikken over een internetverbinding. Als je wilt weten hoe je je Nintendo 3DS-systeem met internet kunt verbinden, bekijk dan het filmpje op de Nintendo 3DS-website of raadpleeg de handleiding. Om de update te laten slagen, moet je ook zorgen dat de batterij van je Nintendo 3DS voldoende opgeladen is. Wanneer je Nintendo 3DS-systeem draadloos met internet is verbonden, ontvang je een bericht als een nieuwe systeemupdate beschikbaar is. Om je hierop te wijzen, zal het blauwe berichtlampje knipperen en verschijnt een blauwe cirkel op het berichtenpictogram aan de bovenkant van het Home-menu. Je moet op dit pictogram tikken om nieuwe berichten te lezen. Als je meer wilt weten over de systeemupdate die je wilt installeren, moet je op het bijbehorende bericht tikken. Als je de systeemupdate wilt uitvoeren, moet je in het Home-menu voor Systeeminstellingen kiezen. Kies dan voor Algemene instellingen. Blader naar de laatste pagina van dit menu en kies voor Systeemupdate. Lees de informatie over systeemupdates. Als je ermee instemt, kies je voor akkoord. Het systeem zal de systeemupdate automatisch downloaden en installeren. Als dit proces is voltooid, wordt je gevraagd je Nintendo 3DS-systeem opnieuw op te starten.